Hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is 26 weken waar we in beland zijn. Dat ik zwanger ben, moet ik eigenlijk zeggen. 26 weken, de tijd vliegt echt enorm. Laten we die nieuwe intro rollen, want die is superleuk. En dan kan ik meteen beginnen waar ik wil beginnen met kletsen. Dus ja, let's go. Kom maar door met die kerstjingles. Ik zit al echt helemaal in de... Oh, ik doe trouwens altijd dit op mijn buik in de ochtend. Van mama, de mama lijn van Ethos. In de avond heb ik een andere die ik op mijn buik smeer. Misschien moet ik dat ook een keer in de vlog laten zien. Als ik eraan denk, ga ik dat deze vlog laten zien aan jullie. In ieder geval, ik voel... Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Ik voel er dus al sinds gisteren echt helemaal niet zo goed meer. En het maakt, ja, je leest het toch iedere keer weer op internet en dat het dan wel goed is en dat het gewoon kan gebeuren. En je kunt er wel vaker een dagje niet goed voelen. Maar ja, ik had het gisteren al en nu weer dat ik denk, oh, waarom voel ik het er niet? Laat me even gewoon je voelen, weet je wel. Dat het goed is. Maar goed, ik maakte me dus wel een beetje zorgen. Gisteren durfde ik nog niet te bellen. Want ik dacht, ja, ze had het me ook verteld dat je een dag de baby minder kan voelen. En dat dat helemaal niet erg is en zo. Dus ik dacht, ja, gisteren dacht ik echt zo van, ja, moeten we dan wel bellen? Ik weet het niet. Dus gisteren niet gedaan. En ik dacht, nou, vandaag dacht ik, nou, ik ga even gewoon... een beetje stimuleren dat ze gaat bewegen of zo, weet je wel. Vooral door stil te liggen, dan beweeg je baby meer dan als je gaat bewegen. Dus ik op mijn linkerzij liggen. Geen televisie, geen telefoon. Gewoon echt liggen en bewust gaan voelen. Om te voelen. En ik voelde er letterlijk in een half uur één keertje. En dat voel ik wel heel weinig. Dus ik dacht, nee, ik ga gewoon bellen, want ik maak me nu gewoon zorgen. En ja, dat is ook niet goed. Dus ik belde op en ik zei, sorry dat ik bel, maar ja, ik kon toch niet laten om niet te bellen, want ik maak me toch wel een klein beetje zorgen. Want normaal voel ik er echt heel goed, want ze schopt echt heel veel. Ik heb het nog niet op vlog kunnen vastleggen helaas. Wel één keer met mijn telefoon, dat ik op de bank lag en dat je echt voeten zo gung gung zag. Maar dat heb ik dus al een paar dagen niet. Dus ik wil, ja, ik wilde gewoon even vragen of dat normaal was. En toen zei gelukkig mijn verloskundige van, kom maar even langs. Dus ik kleed me nu aan, want het is in de ochtend nog. En dan ga ik toch maar even langs. Even, ik hoop dat het gewoon allemaal goed is en daar ga ik ook wel van uit. Maar ik wil gewoon eventjes er dan weer zien dat het goed is of zo. Ik heb er nu natuurlijk echt al 6 weken niet gezien, dus geen idee hoe het met haar gaat. Ja, dus... dat is het. Dat wil ik even in de vlog delen. Oké, ik ben aangekomen bij de verloskundige. Zul je zien? Ja, het is echt stom eigenlijk. Of ja, het is heel leuk. Ik had even een kickboxwedstrijd in mijn buik. Dus ze beweegt wel degelijk. Maar ja, nu ben ik er. Dus nu ga ik ook maar naar binnen. Ik zal wel zeggen dat ze net wel wat meer schopte. Ik vind het zo gênant. Dan moet ik daar binnenkomen met mijn staart tussen mijn benen. Ja, ze heeft wel geschopt hoor, dus niks aan de hand. Maar goed. Ik heb natuurlijk ook 2 weken geleden haar hartje nog geluisterd en dat was goed. Dus eigenlijk ga ik er nu vanuit helemaal... Nu ga ik er helemaal vanuit dat het gewoon goed is. Maar ik denk, extra check is toch niet erg. Dus... maar ik schaam me wel een beetje. Kan je me misschien wel voorstellen. Nou, let's go. Oh, ik heb trouwens een echo, die wil ik er wel even bij pakken. Alles is goed, ja. Zoals ik al zei, dat ik dacht, toen ik hier aankwam, dat ik weer dacht van nou, het zal allemaal goed zijn. Dat was ook even een high five van onze kleine babymuis. Ze lag gewoon nu met de rug. Hier lag het hoofdje en dan zo de rug en dan zo naar beneden de beentjes. En daardoor voelde ik er wat minder, maar...
ik heb het er inmiddels alweer een keer gevoeld. En ze zei ook dat ze zich helemaal geen zorgen maakte om ons kindje. Dus gelukkig kan ik weer met een gerust hart door zwangeren. ik vond het wel leuk om haar weer even te zien. En ze is heel mooi. Ik zag haar hoofd niet, maar de rest was zo schattig. En de handjes en de beentjes en het ruggetje. Ja, en het hartje klopte netjes. Dus het was helemaal goed. Gelukkig. We hadden ook nog even besproken dat mijn buik helemaal niet bijzonder groot was. Het was gewoon normaal. Want dat krijg ik van heel veel mensen te horen van, oh, wat heb je een grote buik. Dat was dus niet zo. En daar was ik best wel onzeker over. Ik dacht, is het echt groot? Heb ik een hele grote baby of zo? Maar het was allemaal gewoon normaal. Ze had wel heel veel ruimte in mijn buik. Dus misschien gaat mijn buik nu iets minder groeien en zij wat meer. Weet ik niet. Dan ga ik het er ook beter voelen natuurlijk als ze wat minder ruimte krijgt. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel fijn, lekker dat ze wel de ruimte heeft. En Flynn heeft waterpokken. En dit weekend natuurlijk ook. En ik heb maandag op hem gepast. Omdat hij niet naar de kinderdagverblijf mocht. Dus dat hadden we ook nog even besproken. Ik weet niet zeker of ik waterpokken heb gehad. Dus het zou kunnen dat ik over 10 dagen ineens helemaal onder de rode stippie zit. Dat betekent dat ik dan ook waterpokken heb. Kan ook niet zoveel kwaad in dit stadium van mijn zwangerschap, gelukkig. Maar dat hebben we ook even besproken. Dus het is niet dat ik alleen maar ben geweest voor de baby en de echo. We hebben ook echt daadwerkelijk dingen besproken. En eigenlijk was alles gewoon goed. Dus alleen even dit weekend afwachten of Flynn heel erg ziek is van de waterpokken. Misschien moeten we dan Sinterklaas maar verschuiven naar een andere dag. Ik ben weer thuis en ik heb even boodschapjes gehaald meteen. Nu ik toch in Tiel was. Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Want het is de zwangerschapscravings nu met kerst en Sinterklaas. Die zijn wel begonnen. Dit zijn echt zulke lekkere dingen. Het zijn van die biscuitjes met chocola. Nou, dit is geen craving. Dit zijn gewoon leuke kerstballen. Vorig jaar heb ik ook de hele Lidl collectie aan kerstballen. Wij hebben dus in onze boom. Nou, we hebben nog geen boom. Maar straks hebben we dus allemaal etenswaar dingen in de boom. Dus daar passen deze perfect bij. Dus vandaar dat ik die weer gehaald heb. Nou, dit is gewoon avondeten. Meloen. Heb ik nu al vorige week ook al gehaald. En nu heb ik er weer zin in. Ja, dit. Geen idee waarom. Cheese dips. Cheese dippers. Dan hebben we deze hagelslag. Had ik ook ineens heel veel zin in. Hagelslag voor de kerst. Nog een verpakking van deze. Deze ook echt een heerlijk. Ik hou van Thai Thai. Mij niet bellen voor pepernoten. Ja, die vind ik ook lekker hoor. Maar Thai Thai is echt helemaal mijn ding. Dus kleine shoplog terwijl ik alleen maar kerstballen ging halen. Ik heb zo intake van de kraamzorg. Intakegesprek. Dus ik ben eventjes de brochure aan het lezen. En even wat dingen aan het opschrijven. Bijvoorbeeld hoe hoog ons bed is. 65. Hij wil niet scherp stellen, maar is 65 hoog. Dus ik ben me even hierop aan voorbereiden. Ik ben heel benieuwd. En ik krijg stiekem een beetje zin om te bevallen. Gek is dat, hè? Ik heb dat gevoel nog niet eerder gehad. Dus dit is ineens een gekke gewaarwording. Ja, dit is dus een beetje awkward. Vind ik zelf. Vond ik laatst bij de yoga ook al awkward. Dat het allemaal online moet nu. Ja, de yoga moest online. En nu dus ook, hoe heet dit? De intake van de kraamzorg. En ja, ik ga jullie even laten zien hoe dat er dan uitziet. Want ik zit natuurlijk in deze veel te fancy setup. Wat moeten die mensen wel niet denken bij de kraamzorg? Dan denk ik, zal ik gewoon op mijn laptop in de kamer gaan zitten? Dat is veel minder awkward. Maar ja, ik zit hier wel beter. En De kwaliteit is ook beter van het geluid en mijn microfoon. Dan denk ik, ja, dan hoef ik daar in ieder geval geen zorgen over te maken. Oké, ik had een paar vlogs geleden, had ik al wat laten zien, wat ik ontvangen had, van Trust. En dat is
allemaal smart home lampjes. En die wilde ik eigenlijk heel eventjes gaan installeren. Want dan kan ik eens even zien of het wat is. Nu heb ik allemaal kleuren gekregen. Deze. Een bolletje. Met alle kleuren. Een spotje met alle kleuren. Een kaarsje met alle kleuren. En nog een bolletje met... Volgens mij is dit een soort white ambience. Dus hier zitten alle kleuren van wit tot en met geel. Beetje blauw-wit tot geel-gelig. Ik denk dat ik eventjes dit spotje in mijn spotjes doe. Ik heb één spotje. Ik heb er twee nodig. Maar dan gaan we eerst eentje kijken. En dan gaan we daarna deze. Of deze. Deze is ook leuk. Maar ik weet niet of die fitting past. Ik denk dat deze fitting past. Dus ga ik deze ook in mijn gamekamer installeren. Ik ga het jullie even laten zien waar ik dat dan ga doen. Kijk, dit is de lamp waar die dan in zou moeten komen. En ik ben wel heel benieuwd. Dus ik ga het nu gewoon even uitzoeken hoe het werkt. Hij heeft hem gevonden. Dat is mooi. Nou gaan we door met hem instellen. We zijn een paar dagen verder met de lampen. Ik kon de vorige keer niet doorgaan omdat ik het wachtwoord niet meer wist van onze 2,4 gigahertz netwerk. Dus het is nu wat later, maar in de vlog is het gewoon vrijdag. Want het is ook gewoon vrijdag in de week van 26 weken. En ik zal even laten zien welke lampen ik heb geïnstalleerd. En ik vind het echt super mooi. Dus ik ben heel blij met Trust. Kijk, daar staat... hij is trouwens op beeld wat paarser. Hij is meer roze paars in het echt. Maar dat is één lamp. En ik heb hier... Ik had één lamp gekregen voor spotjes. Maar dan ga ik vragen of ik er misschien nog eentje zou mogen. Daar heb ik ook paars. Dus dan is deze hoek zo helemaal paars. En dan aan deze kant heb ik ook twee lampen in de kast verwerkt. Maar ik ben wel blij. Dit is echt helemaal game studio ready. Dus... dan ga ik even laten zien. Ik heb deze geïnstalleerd. Deze ga ik ook binnenkort even installeren. En deze heb ik geïnstalleerd. Dus deze twee. En dan heb ik deze twee nog liggen. Dan moet ik eventjes een plekje voor zoeken waar ik deze ga installeren. Ja, dit is dan de app. Dus dit is het huis. En hier kun je dan alle lampen. Ik heb er dus nu twee. En dan kun je dat aanpassen allemaal in die app. En uit en aan. Kijk, dan zo. Als ik dan zo doe. Wacht even, ga ik even laten zien hoor. Dit is leuk. Kijk, die bol bij de pc, dat is die. Uit, aan. En je kunt dan ook zeggen van... Uit, aan, zo. Maar je kan ook nog de kleur aanpassen. Dus nou is hij paars, maar je kunt hem ook rood. Ik vind echt hele mooie kleuren ook. Ik vind het een hele mooie kleur geven. Groen. Ik heb dus ook Philips Hue, maar ik vind de kleuren van deze... Kijk, dit is geel en dit is ook echt geel bij deze lampen. Dus ik ben echt heel blij ermee. Ik zet hem op paars, want het is natuurlijk voor Twitch. Dus daar past paars goed bij. Komen we bij het volgende superleuke projectje wat ik aan het doen ben. Ik wilde in mijn webshop heel veel kerstdingen, maar ik... Ik ben er wel achter gekomen dat me dat niet lukt met de tijd. Ik heb natuurlijk maar beperkte tijd. En ik moet gewoon keuzes maken. En ik zat te denken, wat wil ik het liefste? En toen dacht ik, ja, ik wil een kersttrui. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb twee kleuren uitgekozen. Ik heb er twee besteld. Eentje in het wit. Want ik vind wit... een leuke kleur altijd. Ik heb heel graag wit aan. Dus die heb ik voor mezelf gehaald.
komt hier de print op. Die ga ik jullie zo laten zien. En natuurlijk rood. Die heb ik dan voor Nicky gehaald. Die krijgt ook een kersttrui die ik zelf ga maken. Dus rood en wit. Dat zijn de kleuren die ik aanbied in de webshop. Maar ik moet ze nog gaan maken. Hè? Dus ik ben heel benieuwd of ze mooi worden. En dan de print heb ik ook heel mooi spul voor gekocht. Ik heb, hier kun je het een beetje zien, gouden glitter print. Dit is voor op de rode, nee, op de witte trui. En voor op de rode trui heb ik zilver. Zilver glitter print. Dus daarmee ga ik het design ga ik hierop uitprinten. En dan dus op de trui maken. En die ga ik dan in de webshop zetten. En die zijn maar beperkt bestelbaar. Ik denk dat ze bestelbaar zijn tot 13 december. Tot die zondag. Dan ga ik ze allemaal maken. Want anders komen ze niet voor kerst binnen. Dus daarom kan ik... Ik zou het liefst de hele maand december ze beschikbaar stellen. Maar dan kan ik niet beloven dat ze voor kerst klaar zijn. En dat zou natuurlijk wel jammer zijn. Want het is een kersttrui. Dus ik had misschien ietsjes eerder dit moeten doen. Maar je kent me. Ik was het een beetje... Kijk, dat was het niet vergeten. Maar het gaat... Ja, ik moet dat design maken. De truien uitzoeken. De print uitzoeken. Dus daar ging gewoon wat meer tijd overheen dan ik had verwacht van tevoren. Maar nu ga ik eventjes de Cricut aansluiten. En ga ik het design laten zien aan jullie. Dit was nog even een puzzel. Want het moet dus zonder mat. En ik ben dus, ik wist dus niet hoe ik het moest invoeren in de machine met welk product. Want Smart Iron On Glitter, wat op de verpakking staat, dat bestaat dus niet in mijn apparaat. Dus ik hoop dat dit werkt. We gaan het wel zien. We proberen het gewoon. Oké, je ziet het niet. Maar ja, hier zie je een klein stripje. Het design is geprint, of gesneden. Nu ga ik hem eraf knippen en eens even kijken hoe die er echt uitziet. En dan laat ik het jullie zien. Dit was echt zoveel werk. Ik hou mijn hart vast als er veel truien worden besteld. Want daar ga ik gewoon een dag mee bezig zijn om al die truien te maken. Maar ik moet zeggen, ik vind het product wat ik heb gebruikt, dit is echt prachtig. De glitters zijn echt zo mooi. En ik vind het design ook echt heel leuk. Dus ik ga hem nu eventjes op de trui leggen. En dan ga ik eens even kijken hoe het eruit ziet. Tada! Ja, ik vind het een leuke kleurencombo. Oké, nou moet ik nog even uitzoeken waar het midden is. Dat hij er rechtop staat. En dan ga ik hem er maar gewoon op doen. Dan is deze namelijk af. En dan buikie in de spiegel. Dan kan ik echt oordeel geven. Het eindresultaat. Ik vind het eigenlijk stiekem heel mooi. Het is wel moeilijk erop te krijgen. Dus het kost echt zoveel meer stress, moet ik eigenlijk zeggen. Maar het is echt prachtig met die glitters, joh. Echt zo mooi. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Nicky moet hem zo even aantrekken. Want dan weten we echt hoe die is. Het is zaterdag en het is een grauwe dag hier in Nederland. En het is een perfecte dag. Want de voetbal van Nicky gaat niet door. Dus hij heeft een keer op zaterdag in de middag tijd. Omdat we dan samen de babykamer kunnen gaan doen. Het zijn allemaal kleine dingetjes die gedaan moeten worden. Kleine, eigenlijk best wel grote dingen. Ik ga de muur eventjes mooi, ik ga de plinten afplakken en dan de rand van de muur. Je ziet het een beetje. Mijn vader heeft het glad gemaakt, maar een beetje boven de plint uit. Dus dat moet ik even bijverven. Dus dat ga ik doen. En dan moet het drogen. Dus de plinten worden waarschijnlijk later weer een keer gedaan, misschien morgen. En Nicky die doet nog dat laatste stukje laminaat onder de trap. En daarna gaat hij deze in de verf zetten. En die wordt dezelfde kleur als de muur. Dus het is die kleur, maar dan voor op hout. Het zou kunnen dat het net iets anders kleurt. Maar het is in ieder geval wel dan één geheel. Dus laat ik even een overview zien hoe het er nu uitziet. Maar dan moet ik de deur even dicht doen. Deurtje dicht. En dan ga ik in deze hoek staan.
Helemaal zo. En dan zie je hoe het er nu uitziet. Zo. Ik hoop dat ik dan niet vergeet te vloggen hoe het eruit ziet als het klaar is. Het is inmiddels donker buiten. Kijk, dit is buiten. Je ziet helemaal niks. Het is weer. Dus ik laat even het eindresultaat later zien in de vlog van de babykamer. Nu is het tijd voor pakjesavond bij mijn schoonfamilie, dus bij de ouders van Nikki. Dus daar gaan we nu heen. En natuurlijk, William is er ook, want die is net geboren. Dus dat vind ik superleuk. We hebben alleen helemaal geen cadeautje voor William. Maar die snapt er toch nog niks van, dus dat is niet zo erg. Wil je hier zitten? Dan gaan we nog Sofia erbij pakken. Nu ben ik wel gek aan het doen. Maar gelukkig was ik aan het filmen. Oké, dan moet ik het. Joh! Oh, is. Oh! Oh, oh, joh! Oh, wacht. Laten we deze. Oh, oh! Laten we deze. Deze pakken, deze is bij joh. Ja. Oh, zo! Jee, dat is het allemaal. Ik kan het niet eens. Ah, daar is het gewoon vol! Jeetje, wie neemt je? Ik ga het binnenkrijgen, joh. Ja! Ja, hoe dan? Dat is niet normaal. Deze deur is het gewoon vol! Ja, joh! Hé, hey, de deur is het vol, man! Hallo, ik hou hem bij mij! Kom, zet hem even rustig neer daar! Zet hem allemaal hier voor de kachel neer. Voor de kachel neerzetten! Dit is het op boven de helft! Hey. Zitten die ogen goed? Hé, hey, held! Ja, volgens mij wel. Ja, zit goed toch? Kun je goed kijken? Zo, daar ja. Zo. Oh, je kan iedereen redden! Je kan iedereen gaan redden! Ja. Spider-Man. Ja, dat is interessant. Oh, dat is leuk. Kan je ook in de buurt hebben? Het is dag 2. Dit weekend. Het is eigenlijk 5 december. Gewoon pakjesavond officieel. En vanavond gaan we het vieren bij mijn ouders. En we hadden afgesproken dat we allemaal wat zouden maken. Dus mijn moeder maakt soep. En wij maken quiche. En mijn schoonzus en mijn broer maken ook een quiche, dus dan hebben we lekkere hapjes voor tijdens pakjesavond. Of avondeten is het eigenlijk. Want ze wilden eigenlijk Chinees, hè? Had ik dat verteld. Maar ik zei, zin in Chinees hoor. Of jij niet? Nee, het was friet of Chinees. Ik zeg, nou doe ze maar iets gezonds. Ja, Chinees. Lekker. Dat is nou een Chinees dat is geworden. Ja, andere keer weer Chinees. En, dit is, ja dat zou ik doen, maar dit is dus een van de recepten die Nikki goed kan maken. Dus toen had ik gevraagd of hij het wilde maken en nu is hij het dus aan het maken. Shawarma quiche. Ik denk dat het veel lekker wordt, dus maak je wel een goede beurt bij je schoonouders. Maak je me eerder een goede beurt bij de Tia, want die wil gewoon heel gemakkelijk te zetten koken. Ook waar? Kies, ja, daar ben je er goed in. Ja, je flikt gewoon een paar eieren en dan mag ik koek van en lezen. Nou ja, ik ga even laten zien wat de cadeautjes zijn. Kijk, we hebben echt heel veel cadeaus. Dit zijn alle mijn cadeaus. Ik heb echt die stapel met Lego voor mijn broer. Dit is het echte cadeau voor mijn vader, want mijn Nikki heeft dan mijn vader het loodje van mijn vader getrokken. Een heel kleinigheidje voor mijn moeder. En hier, dit is dus ook voor mijn vader, moet ik nog wel even de naam opzetten. Daar zitten dus 2 bretels in, hele kleine cadeautjes eigenlijk. Maar ik dacht even mijn vader foppen en een vet groot cadeau maken. En hier zit dan nog 4 cadeautjes in voor Pelle en Flim. Dus we hebben lekker veel cadeautjes vanavond. Gisteren ook al, nu weer. Dus dat wordt weer een leuke avond. Ja.
Lekker. Dit ruikt ook lekker. Oh ja. En verse slagroom ook, mama. Lekker. Dat is wel lekker. Dat is lekker. Ja, zeker. Maar laten we die pakken eruit, want dat is geen idee. Nou, is ook wel leuk. Kerstdicht, toch? Nee, maar het wel leuk. Thuis en andere wedstrijd. Zo, nou, look, hey. Eet, hè? En gewoon. Lekker. Hij staat je wel leuk. Merry Twitchmas. Leuk. Ik ben nu nog aan het filmen. Doe je buik zo goed, hè? Ja, kunnen goed vinden. Ja. Mama, moet ik helpen? Ja, en nou heb ik al je met nu, je hebt dubbel zitten of zo, de onderkant. Zit. Nou, het zit. Ja, hij doet. Ik weet niet precies hoe hij werkt. Er zitten twee standen op. Volgens mij kun je erop dingen. Prins, een cadeautje voor prinsesje van Zoest. Nou, Nicky, daar ben jij. Waarschijnlijk. Past die niet, hè? Oh, oh, dat robbertje vind ik leuk. Heb ik altijd een willen hebben. Een rode broek. Kijk. Ja. Oh, leuk, hè? Precies mijn maat ook. En die trui is ook mooi. Ja, is leuk. Heel leuk. Heel leuk, ja. Kijk eens. Dankjewel. Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. En nog een rompetje. Ja, die heb ik al. Maar die vind ik, ja, ik vind hem heel leuk. Dus. Ja. Het is echt heel leuk. Die heeft van Peet gekregen ook, dat rompetje. Hallo! Daar komt hij aan! Kom nou kijken! Hallo! Hallo jongen! Hey vriend! Hallo! Kijk hier eens! Wie is er geweest? Oh. Allemaal cadeautjes! Sinterklaas is langs geweest. Met zijn pieten. Ja. En dat hondje, daar is papelle. Net wakker. Ja, ga maar lekker op het stoeltje zitten. Kun je rustig zitten. Nou, die hond kent hij ook nog niet. Het is een beer. Oh. Dat dan. Hij is helemaal stil van. Ja, we zijn ook wel. Oom Nicky is er ook bij. Veel cadeautjes. Liggen ook cadeautjes voor oom Nicky. Ja. Cadeautjes voor papa, cadeautjes voor mama. En voor opa. Ik heb trouwens nog geen Nicky er tussen zien liggen. Misschien. Dat zei ik net ook al. Misschien heb ik jou wel. Een cadeautje. Dat is misschien wel. Maar nee, zeker dat ik mijn kerst dubbele cadeaus krijg. Hij had zelf al een cadeau ontdekt met zijn naam. Want ik zei het ook al met hier. Oh. Maar je kunt wel dubbele cadeaus. Ik wil lekker kopen voor de dubbele cadeaus. Wat nee. Zit daarin voor mooi? Oh. Oh. Wie staat nou? Bussel. Bussel? Van wie? Oh. Wie staat er op de puzzel? Ja, jij wil hem ook meteen openmaken. Ja. Peppa. Peppa Pik. Hier is alle cadeautjes aan, jongen. En dan... Oh, nee, Stijn, nog helemaal niet erg in dat. Nee. 20 andere cadeautjes. Zullen we openmaken? Ja. Ja? Dan gaan pak jullie maar vast. Zullen we eerst even een cadeautje uitzoeken? Hij is niet zo lekker om op de kluiven te staan. Oké. Voor het babymeisje. Pizza. Piep. Straat alweer werd geklust. Hij ging snel kijken en zijn nieuwsgierigheid werd gesust. Er is daar een babymeisje op komst in het voorjaar en daarom moet er een kamertje klaar. Maar hij zag allerlei hekserijen en tovenaars. Dat vond hij voor zo'n kleintje maar wat raars. Dus voor je ooit op Zwijnstein gaat studeren, krijg je nu een wandkleed met de dreuzeldieren. Dan kun je deze geluiden vast eigen maken en kun je later gaan spelen met heksen en draken. Liefst Sint en Piet. Wat een leuk dicht. Ze was ook meteen aan het schoppen, dus ze had door dat het voor haar was. Oh, dit is wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Dat het nog niet genoeg Harry Potter was. Nee, dit is geen Harry Potter. Dreuzeldieren. Dreuzeldieren. Dat zijn gewone, juist één Harry Potter. Gewone dieren zijn dat. Oh, leuk.
Wauw. 200 uur. Een tok tok. Jij hebt je moeder die gemaakt? Heb jij die gemaakt, mama? Ja. Wow. Ja, 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 heb jij die gemaakt? Juist. Oh, wauw. 200 uur mee bezig geweest? Ja, overdreven. Nou. Maar wel heel mooi. En, nou, je weet hoe lang dat je hebt. Kijk, maar eens kijken bij Mattia. Ja, je moeder heeft echt heel stuk sneller gedaan. Ja, maar jouw moeder had ook zoiets gemaakt toen, toch? Nee, ik dacht dat die van jouw moeder was. Nee, die heeft alleen de hoes gemaakt. Die heeft de hoes gemaakt, maar je mama heeft alles geïnteresseerd. Wat is dit? Gepunnet. Hoesje. Ja, en dit? Ah. Ja, heel goed. En die? Koe. Goed zo. En dit is een? Hoesje. Ja. En dit is een? Schaapje. Schaapje. En deze? Een varken. Ik zal even kippen voor hem. Wat doet hij? Een varken. Ja. Ja? Goed dan. Ah. Moeten we nog wat drinken? Of, Ja. Ik lust wel wat, ja. Hier. Schuren. Zo. Wat? Lieve Mattia. Kom je erbij? De Sint wens jou en jullie kleine meid heel veel geluk en gezondheid. Piet vond dit een bijzonder bijzondere cadeau op Liestestraat nummer 16. En we hopen dat het voldoende lijkt op degene die we op je lijstje hebben gezien. Hij gaat nog een beetje lastig open. De gouden tip. Kin voor is om... Hiervoor. Hiervoor is om er een beetje boenwas tussen te lopen. Liefs, Sint en Piet. Leuk! Ik had dit nog helemaal niet zien staan ook in de tijd, hè? Het hele tijd van de haar staan. Precies. Maar dit is precies wat ik wilde. Ja, ik wilde gewoon een ouderwetse... Ja, en het was echt super grappig, want we hadden 130 op de markt daar staan. 130 blikken. Echt? Dus kon ook echt mooi uitzoeken. Oh ja, heel leuk. Je hier verder op in de straat. Nou, wat handig. Wie daar? Ja, maar het is qua van fouten. Oh ja, oh wat leuk. Ja, maar Anne, maar daarom wist ik het. Om jij zei ja, en zij was de enige die iets erop had staan waar je op marktplaats moest komen. Oh, dat snap je, wat alles bij je. Flynn, nou zullen we eens kijken. Mooi hè? Voor wie is dit volgende cadeau? Ik kwam erachter dat mijn cameraatje vol zat, dus ik vlog heel eventjes verder met mijn telefoon. Want ik wil eventjes laten zien hoe verwend we zijn met Sinterklaas. Ik heb zoveel spullen gekregen, dat is niet normaal. En onze kleine meid. Die, ja, ik heb alles bij elkaar gelegd. Want dit is, nee, wacht, ik ga het laten zien. Nou, deze had jullie net al gezien. Dat is echt, ja, hier ben ik echt gewoon sprakeloos van. Dit heeft mijn moeder dus helemaal geborduurd. Nou, is toch mooi. Het is een muurkleed, heet dat dan? Met allemaal een wandkleed, ja. Ik vind het zo mooi. Echt zo mooi. En dan hebben we hier een heel schattig pakje hebben van Anne gekregen. Wees dat een dier gekregen. Als ze dan vergeten is, kunnen ze met de rammelaar spelen. Zo leuk. Ik zal hem naast jouw bed leggen. Deze doeken, die vind ik ook heel fijn. Zijn een beetje zo, ja, mijn favoriet is dit. Flanel. Heerlijk zacht. En dan dit pakje van Anne en Klaas Geert. Ja, dit is een rompertje. Die heb ik ook al. Wacht, ik zet jullie even op iets breder. Ja. En dan dit pakje erbij. Dit truitje. Ja, dit truitje is toch helemaal het einde. Heel leuk pakje vind ik dit. En hadden we nog deze ook. De drie rompertjes met unicorn. Ja, ook heel schattig. Volgens mij kwamen deze ook uit Duitsland. Had ik deze al laten zien dat ik die gisteren had gekregen van oma van Nicky? Maar ja, dan gaan we even naar mijn cadeaus. Die staan hier. Ik heb eigenlijk alles gekregen wat ik op mijn lijstje had gezet. Dit label maken, dat leek me heel handig voor labels te maken. Weet je wel, voor de was, witte was. Wasverzachter, noem maar op, dat je dan een labeltje erop hebt. Deze had ik gevraagd. Dit is echt een van mijn favorieten. Wat is het? Het is een merk. Ja, een van mijn favoriete schoonheidsmerken. Yves Rocher. Een adventkalender. En oh, dat is
alles ruikt lekker in deze. En hij is ook echt super mooi verpakt als je hem openmaakt. Echt zo mooi. Ja, en ik heb al een paar dingetjes geroken, want ik mocht tot 5 openmaken. En heel lekker. Als jullie willen dat ik hier nog van alles een video maak, dat ik het allemaal openmaak, dan moet je het maar laten weten. Ja, deze had ik dus op mijn verlanglijstje ook gezet. Want we krijgen natuurlijk een babytje en dan eet je beschuit met muisjes. Dus ik wou een mooi beschuitblik en een ouderwetse. En deze had Anne uitgekozen bij iemand die heel veel oude beschuitblikken had. Dus vind ik ook heel leuk. Nou had ik mooie velvet sokken gekregen. En, maar ja, hier, jullie zullen het straks zien ook als ik de kerstboom ga versieren. Prachtige etensware kerstballen. Ik verzamel dus etensware kerstballen. En ik heb er nu echt al heel veel. Dus deze kan ik weer toevoegen aan mijn collectie. En dan heb ik nog niet eens Nicky's cadeaus laten zien. Maar we zijn echt zo verwend. Het is echt niet normaal. Wij hadden hun ook verwend, ja. Het gaat twee kanten op, hè? Ja, klopt. Iedereen is verwend. Iedereen is super lief geweest dit jaar. Dus ja. Nee, ja, nu we kinderen in de familie hebben, zullen we zeggen Flynn en Belle, een baby opkomt, doen we iets meer met Sinterklaas en iets minder met cadeaus met kerst. Want toen er nog geen baby's waren, deed ik altijd voor iedereen een cadeau kopen met kerst. En nu, ja, die loodjes zijn wel handig, want dan hoef je maar voor één iemand te kopen natuurlijk. En iedereen koopt wat voor Flynn en Belle. Die krijgen gewoon extra. Maar ja, dus heel leuk. Heel buiten adem. Ik heb de kerstversiering van de zolder gehaald. Maar ik wou eventjes de witte trui laten zien. Want dat heb ik volgens mij nog niet heel erg besproken. Maar dit is dus de witte met goud. En ik ben obsessed met deze print. Ik vind het echt te mooi. En echt, ik vind het echt knap dat ik dit zelf heb gemaakt. Ik ben er heel blij mee. Ze zijn vanaf nu te koop in de webshop mattia.nl/winkel. Maar bij mattia.nl kom je er ook wel. Deze vlog was helemaal in het teken van Sinterklaas. Beetje kerst. Ik ga beginnen met de kerstdingen in mijn huis. En dat vond ik eigenlijk wel leuker voor een nieuwe vlog. Ik ben nog net in week 26 nu. Maar de kerstdingen ga ik verschuiven naar week 27. Dus ik zie jullie in week 27 terug, waarin ik de kerstdecoratie ga ophangen.